Dit is de eerste aflevering van de intro tot PX. En de onderwerpen die gaan tot en met de encryptiemethode. En ik heb vier onderwerpen hier staan. Het eerste onderwerp is open source. Het tweede is the makefile. Het derde is de intro tot de broncode tot en met niveau 3. En nou, ik denk nog iets meer laat zien, maar tot en met niveau 3 is belangrijk. En dan gaan we het hebben over encryptie. En dan ga ik nu even op de klok kijken. Dus ik ga even de tijd opschrijven. 1 seconde hoor. Dat is een beetje amateuristisch dit, maar goed bedoeld hè. Nou, we beginnen bij open source. Ik heb... Dit is mijn eigen ontwikkelingsmachine. En ik sta in mijn home directory. Dus ik ben teruggegaan naar met cd en je zegt niks. Dan kom je terug in je home. Dan ga ik nu naar de PIX directory. En dan vraag ik gewoon de listing op. Nou, dan zie je hier van alles staan. Hier eindigen we zo dadelijk. Dat is erg belangrijk, vind ik. En hier zie je een zip-file staan, maar dat is een update. Dat is om een andere server te updaten. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Nu ga ik naar die resource directory toe. Dan vraag ik daar de listing van op. Nou zie je hier onderin twee directories die allebei de letter X als eerste hebben. XCOD. Dat is Xcode. Dat is alles van dat Apple spul in zit. Dit gebruik ik voor mijn ontwikkelingswerk. Heel eenvoudig hoor, zegt hij. Hele mooie IDE. Hier gaat het me om. Want ik ga uitleggen waarom PX open source moet zijn. Het heeft niks te maken met juridische aspecten of zo. Dat is gewoon de aard van het beestje. Kijk, hier zie je weer een aantal directories staan. Nou, het verschil tussen px.xcod van Xcode en xgnu is dat Xcode, dat kan je alleen maar compileren als je een Macintosh hebt. Nou, het idee van px.gnu is dat je dat altijd kan compileren als je maar een GNU machine hebt. Dat is ook handig. Dan ben je namelijk platform onafhankelijk. En dat vind ik omdat ik ook mijn zaakje draaiend wil houden. Ja. En als Apple straks over de kop gaat, nou, dat gaat niet gebeuren of zo hoor, maar dat denk ik niet. Maar stel, hè. Of er komt hele goedkope hardware van een of andere leverancier die ook binnen Unix werkt. En Apple werkt ook binnen Unix hoor. Dus, oh ja, trouwens, px.gnu, dat kan je ook onder Apple gewoon compileren hoor. Want al die GNU-benodigdheden, die zitten op Apple ook. Alleen op Apple gebruik je Xcode, zou ik zeggen. Want het is gratis. Je moet je registreren als developer en that's it. Zo erg is dat niet. Nou, px.gnu is natuurlijk de totale vrijheid. Want dan heb je echt open source. Hè? Maar hoe werkt dat dan? Nou, ik heb dus nu ben ik gegaan naar de directory... px.gnu, dus hier zit ik nu. En daar zie je dus een aantal subdirectories. Dit kan, dat ga ik in een andere uitzending. Ga ik nog meer over hebben. Dit is een hele belangrijke, readme.txt. Maar dat kan je helemaal zelf een keer lezen. Als er een typfout in zit, stuur me een e-mail. En hier gaat het dan om. PIX is opgebouwd in lagen. En dit zijn de lagen die echt zo goed als af zijn. En dit is de oorspronkelijke oersoep. Waar ik dus die onderste lagen later uit heb geëxtraheerd. En mijn bedoeling is dat er nog een PX5 komt en een PX6. En dan vind ik het mooi geweest. Of nog alleen maar een PX5. Dan is het alweer goed. Er moet misschien nog een laagje bovenop. Want dit is dus de oorspronkelijke broncodeverzameling. En die is dus opgeruimd in de jaren door. Heb ik dit allemaal opgebouwd.
Nou, hoe zit het in elkaar? Ik ga eventjes naar PX0 toe. En ik vraag weer een listing op. Nou, dan zie je hier twee files staan. Oh nee, sorry. Laat ik het even beter doen. Je ziet hier een file staan. En je ziet hier een directory staan. Hier staat een D aan het begin. Dus het is TMP is een directory. Daar worden zo dadelijk alle objectfiles ingegooid. Als je zo dadelijk gaat compileren. Ik ga dat niet helemaal uitleggen hoe het allemaal werkt. Dat staat ook allemaal prima op internet. Maar je krijgt van die temporary files. Die worden allemaal opgehoest. En die moeten dan allemaal samengelinkt worden door een eindproduct. En als je dan zo dadelijk gaat programmeren onder GNU. Ja, als je dan één file aanraakt. En je modificeert die. En je doet opnieuw een make. Dan wordt alleen die ene file opnieuw gecompileerd. En dan poef. Dan heb je weer een nieuwe executable. Niet alles overnieuw natuurlijk. Dus daar is die make file voor. Nou. Om te laten zien hoe die makefile eruit ziet, gebruik ik even mijn Mac. Nou, die ziet er zo uit. Dit is de makefile van het laagste niveau. Veel simpeler kan het niet. Het enige wat hier gedaan wordt, ga ik ze dadelijk uitleggen. Maar dit is dan de makefile. Dus ik heb gekozen voor de meest voor de hand liggende structuur. Ik heb zo min mogelijk eigen kleuring aan willen brengen. En dit is hem volgens mij. En dit trucje, dat snap je zo dadelijk wel als je nog even over die directory nadenkt. Dat je moet ergens naartoe met dat ding. Je moet in ieder geval naar die temp directory toe. Nou, deze makefile... Van niveau 0, daarvan denk je ongetwijfeld, net als ik, ach man, dat typ ik zelf wel even hoor. Dat is geen probleem. Ik neem een... dat is natuurlijk, dat snap je ook wel, dit wil je niet onderhouden. Dus dit wordt automatisch gecreëerd. En om het even heel eng te maken, dan pakken we even die makefile erbij van niveautje 3 waar we gaan eindigen. Aan niveautje 3, daar heb je deze makefile voor nodig. Nou, nu wordt het echt interessant. Nu ga ik even scrollen. Nee, ik ga gewoon mijn pijltje neerzetten en ik ga gewoon naar beneden. Nou, ik denk dat dit ongeveer 1, 2, 3, 4, 5... Nou, dit is ongeveer een paar minuten scrollen, denk ik. Dus dit wil je echt niet onderhouden. Nou, deze makefile, die wordt om die reden ook door PX zelf aangemaakt. Heb je daar geen omkijken naar. En dan kan je PX's compileren op verschillende niveaus. En je kan hem dus ook compileren op niveau nummer 3. En met niveau nummer 3 kan je dus altijd een nieuwe broncode maken. Dat is een heel leuk trucje wat erachter zit. En daar ga ik in detail op een andere uitzending nog wel over in. Hoe dat precies in elkaar wel zit. Maar dit ging erom waarom PX open source is. Nou, eigenlijk heb ik het al verklapt. Want deze tekst, die wordt gewoon gecreëerd door PX. Terwijl die dus zijn eigen directory scant. Want dit is dus puntje, puntje, puntje. Dus om terug te keren bij het goede begin. PX.resource, PX.source, niveau 3, PX3string, die S is voor string, PX3name.h. Dus PIX moet zijn eigen broncode kunnen zien. Hij moet minimaal die files kunnen zien. En dat gaat nog helemaal uitgebreid worden. Want de bedoeling is dat PIX zo dadelijk alle broncode gaat consumeren. En daar een machinaal product van maakt. En dan kan je een interface gaan bouwen. Omdat die machinaal geconstrueerde code. Die dan een soort database is geworden. Ja, die kan je dan via een webinterface heel handig gaan modificeren. Dan krijg je een hele nieuwe manier van programmeren. Nou, zo eindigt een makefile. Dus je kan ook clean doen. Gaat ook prima. Dit gaat allemaal automatisch. Het was nog steeds een intro. Dit zijn de parameters, allemaal niet zo belangrijk. Hoe zit die code in elkaar?
moet ik dit, ik ben hier aan het testen geweest, dat is allemaal geen probleem. Hier zie je de broncode vanuit PX. Vanuit Xcode. Dit is niveau 0. Dit is niveau 1. Nou, dat is natuurlijk niveau 2. Dit is niveau 3. En dan zit hier. Oh, ik kan nu niet eens in de 1, 2, 3 vinden. Zo. Even kijken waar die staat. Oh, ik vind hem wel. Zou die daar staan? Oh nee, die zit hem niet. Nee, kan dat nou? Ach, daar staat hij. Ah! Kijk, hier staat hij. PX3. Heb je hier PX3 source. En daar wordt de makefile gemaakt. En die leest de hele broncode directory in. Nou, je hebt dus nodig dat PIX toegang heeft tot de broncode. Ja, minimaal voor zover het de filenamen betreft. Maar in de toekomst is ook, kan je nog veel meer leuke dingen mee gaan doen. Je kan je code bijvoorbeeld. Soms zit je als user of als systeembeheerder naar iets te kijken. En dat je denkt van ja, maar welke, hoe zit dan die code in elkaar? Nou, dan doe je gewoon klik en dan krijg je dit te zien. Of iets wat er nog veel mooier uitziet en veel begrijpelijker. Dat is het idee van de open source die te maken heeft met de constructie van de makefile. Maar dus ook met toekomstige dingen. Nou, een kort introotje naar alles wat boven niveau 3 zit. We hebben het allemaal over. Dit komt allemaal zo dadelijk nog. Hè? Dat is het hoogste niveau, dus de grootste verzameling. Niveau 0, dat gaat over. Het gaat erom dat je een machine altijd uit moet kunnen zetten. Dus even kijken of ik het erbij kan pakken. En hier zit de uitknop. Kijk, hier vraagt PX zich af of die moet ophouden. En het enige wat er dan gebeurt is, bestaat er een file die PixQuit heet. Dus het is een heel simpel trucje. Daar ben ik al trots op. Oh, sorry. Hij staat hier. Als er een file is die PixQuit heet, haalt Pix er gelijk mee op. En dat gebeurt op niveau 0. Dat betekent dat de uitknop, die kan zo goed als niet kapot. Het is eigenlijk schier onmogelijk. Gaat mij niet vertellen dat dit niet meer zou kunnen werken. Dan hebben we nog meerdere dingen, zeg maar. Daar ga ik in een andere uitzending nog wel langer over doorpraten. Ook kijken wat jullie interessant vinden. Heb je hier niveau 1. Oh, hier zitten trouwens ook de Atomic Operations in. Dat is, zal ik heel kort bij stilstaan. Maar het gaat over Atomic Add en Atomic Compare and Swap. Heel klein stukje code. Maar ongelooflijk belangrijk. Het heeft te maken met het feit dat PIX werkt met preemptive multithreading. Of die kan daartegen, die code. Maar dat moet er dus wel gelokt worden door PX zelf. Want PX werkt dus met meerdere users in één en dezelfde database. Dan heb je allemaal caches aanstaan en dingen. En je moet niet iedere keer alle data van de schijf afhalen. Want dan schiet je elektriciteitsrekening tegen het plafond aan. Dus je wil zo snel mogelijk kunnen lokken. En zoveel mogelijk. Want dat levert je performance op. Ja, dat zit dus hier. Het is niet zo heel ingewikkeld. Het is alleen een beetje. Je kan al op internet kan je dit zo opzoeken en je kan dat zo opzoeken.
En dit is, even kijken hoor, dit is dan... Dat is Atomic Type. Oh, dat kan je ergens ook opzoeken. Dit is een ding, die kan je zo terugvinden. Geen enkel probleem. Dit is het laatste file niveau. Dat is ook heel handig, gaat helemaal nooit kapot. Werkt altijd, alle leuke dingen zitten erin. Dit is alles wat logging betreft. En dan het laagste niveau voor de logging. En hier zit een hele leuke, want dit is je primary breakpoint. Dat is ook heel handig als je dus in GNU gaat werken. Met GDB. Dan is dit. Dat is je daar moet je catchen. En dan zit je altijd goed. Als er dan iets misgaat, baf, kom je hier terecht. Dit is je safeguard. Nou, GDB is... Ik heb erin gedebugd en ik heb er eigenlijk geen probleem. Ja, het is niet zo heel snel en handig als Xcode van Apple. Maar misschien hoef je het ook... Ja, misschien moet je anders gaan leren programmeren. Dat kan ook. Ja. Want bij Xcode, ja, dat gaat allemaal zo makkelijk. Ja, dan ga je ook een beetje schaatsen en dan schaats je ook wel eens fout. Dus, nou, deze implementatie is van de Semaphore. En die maakt natuurlijk gebruik van die atomic dinges. Maar dit is op het laagste niveau. Dit is het laagste niveau van locking. En er zit ook een beveiliging in. Dus het moet in principe allemaal goed gaan. Het is het claimen van een object. Van een claimen van een adres, moet ik denk ik zeggen. Een claimen van een semaphore. Nou, hier op niveau 1, dan gaan we het echt hebben over echte objecten. Die zitten dan hier. En wat is dan een object? Nou, dat wordt allemaal in de gaten gehouden. Want als je het hebt over testen en beveiligheid, en beveiliging en veiligheid. En dat is echt zeker wel weten, want er mag wel wat fout gaan. Dat is het punt helemaal niet. Want er gaat altijd wel wat fout. Maar je moet er als programmeur, als verantwoordelijke... Je moet er wel binnen no time achter zijn wat er aan de hand is. En gewoon de vraag roepen van wie heeft de software veranderd sinds vorige week. Ja, dat heeft niet zoveel zin. Want wie weet dat nog? Alles controleren. Altijd. Dit is een hele leuke implementatie. Ga ik nog verder weer op in. Maar alleen qua intro. Dit is de micro. En dat is een numerieke waarde op 6 decimalen. Het is een integer waarde, moet ik eigenlijk zeggen. Het gedraagt zich precies qua rekening als een integer. Dus uitermate geschikt voor boekhouding. En dat gaat dus tot op 6 decimalen nauwkeurig. Dus als je goudhandelaar bent, dan kan je dus op een miljoenste gram, op een microgram, je goud verkopen. Dit apparaat doet in principe alles goed. Qua rekenen dan. Het is iets meer werk om een calculatie op te zetten. Want in C kan je gewoon zeggen, ja, A keer B en dat zal wel goed zijn. Maar ja, wat gebeurt er precies? Hoe doe je dat met gebroken getallen? Echt waar, joh? Nou, dit is dus een gebroken getal, maar dan als integer opgeslagen. PX2. Daar ga ik echt niet overal doorheen. Maar dit is wel een hele leuke. Dat zijn de strings. Daar heb ik een hele mooie uitwerking van geschreven. Wat je precies allemaal zou moeten kunnen doen met een string. En als je iets met een string wil wat hier niet in staat. Dan wil je misschien iets wat je niet wil met een string. Het is wel allemaal uitgeschreven. Field first. Die kan je gewoon uren in bladeren. En als je dan iets wil doen met een string. En dit is een hele leuke. Totals debit credits. Totals over een kolom. Echt spannend hoor. Lower en upper. Dit is mijn al een handleiding. Je hoeft in principe als je wat met een string gaat doen. Dat hoef je niet zelf te schrijven. Ga even op zoek naar de encryptiesoftware. Die zat volgens mij toch echt op niveau 2. Ja,
Hier wil ik het even over hebben. Deze encryptiesoftware, wat je hiermee kan maken, is dat je een stack maakt van encrypties. Dus je neemt, je kiest maar wat, hè. Nou, dan hebben we gelijk een conflict met dat broncodeprobleem. Want dan kunnen mensen dus in principe de inhoud van deze file bekijken. En dat is even lekker niet leuk niet. Dus dat moet opgelost worden. En zo 1, 2, 3 weet ik daar het antwoord nog niet voor. Maar dat lossen we wel op. En dan ben je zover dat jij dus voor je eigen server een eigen stukje encryptie kan schrijven. En dan mag je zo gek maken als je zelf wil. Gewoon geen enkel probleem mee. En al die verschillende algoritmes die hier staan, wat hebben we nou hier gedaan? Ja, die stack zit er dus in. Hè? En deze code, ja, die mag natuurlijk, dit mag op zich gepubliceerd worden. Hier staat verder niet zoveel in. Hè. Is het gewoon een schema. Maar het feitelijke encryptiewerk, dat mag niet gepubliceerd worden. Dus we zullen er naartoe moeten dat je op een echte publieke server gewoon de inhoud van deze file gewoon bij opstart staat hij er nog, weg ermee. En dat je op een publieke server, ja, daar kan je dan maar niet compileren. Moet je maar een binary overschrijven. Dan dat maar. Even kijken wat hier nog staat. Password encrypt. Ja. Oh, leuk hoor. Ja, het is echt geweldig. Deze software is geschreven om uitgebreid te worden. Er zijn encryptie dingen in. Ja, ze hadden uren op. Kan ik een hele lezing aan wijden. Van hoe ik dit precies verzonnen heb. Oh, ik zie het al. Oh, kijk. Oh, ik snap hem al. Ja, precies. Nummer A. Ja, precies. Nummer A, nummer B. Ja. Gewoon twee encrypties over elkaar heen. Deze is heel leuk. En als hij die gedraaid heeft, dan gooien we die eroverheen. En dan wordt het de bagger, jongen. Daar komt niemand meer uit. Ga maar kijken. Even bij de bijpakken. Klikken. Zo ziet het er dan uit. Dus hier staan wat leuke introotjes in. En een datum en een tijdstip en een uniek nummer. En dat is allemaal heel erg leuk. Nou, dan heb je, dit is de geëncrypte. En hier staat, Perry is gek. Maar dat kan je niet vinden. De beste manier om een boodschap te verbergen is om tussen heel veel andere boodschappen te zetten. The best way to hide a tree is in a forest. Ja, hier kan je leuke dingen mee doen. Want je master password kunnen ze via PX niet vinden. Die is mooi pleiten. Dus als iemand per ongeluk in weet te breken, wat je natuurlijk helemaal niet wil. Maar stel, het gebeurt toch. Ja, je master password van PIX, van PX, kan ik niet vinden. Want het staat er namelijk gewoon helemaal niet. Nou, dit was tot en met de encryptie. Gewoon een intro is het dan, hè? En de volgende uitzending ga ik doorrachen. En dan ga ik door met resource. En dan gaan we naar PX4 kijken. En dan vanuit Xcode. Ook weer gewoon een intro. En dan ga ik even door naar die andere. Dat zal niet zo lang worden. Doe ik dat de volgende keer. En het is nu. Even denken. Dit was 25 minuten. Nou, ik vind dat netjes hoor. Ik probeer het ook maar. Dat is ook, ik heb hier geen opleiding voor gehad of zo. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. En tot uitzending nummer 2 van de intro. Die het oppakt bij level 4.